Hallo mensen, welkom bij deze Disneycraft special aflevering. Deze special doen we vaker tussendoor, jullie kennen het wel. En Sneeuwwitje is helemaal van het padje af, zoals je ziet, met haar paddenstoel. Je bent toch niet aan de paddenstoel aan het ruiken of zo? Want er komt ook helemaal geen muziek uit. We zitten hier in Disneycraft. En, oh, en hallo. Leroy! Hallo Leroy. Hallo. En wat is er aan de hand? Wat is er allemaal aan de hand, Leroy? Nou ja, ik zag hier... Ja... Laat ik maar zo zeggen, ze is wel van het pad af. Van... Ja, echt hoor. Gekke sneeuwtje. Maar dan komt er die appel. Die appel die heeft ze heeft er nog niet echt van gegeten, maar ze is wel in staat om het te gaan eten hoor. En zoals je ziet is Eikoekweek is er ook wel bij. Maar wat we gaan doen is hier deze boom aanbidden. Dus als we allemaal aan een kant staan, dan gaan we allemaal zo helemaal bukkend naartoe kijken. Aanbidden zo hè. En als je weet... Als je deze boom zou omhakken en om gaan zetten in papier, dan kan je hier gewoon 2 Harry Potter boeken van maken, denk ik. Ja, dat vliegtuig had zelfs moeite om er overheen te komen. Ja, we moeten eigenlijk lampjes plaatsen boven die boom voor dat vliegtuig, ja. Eigenlijk wel, want dit is wel echt tophoog. Nou, zoals je ziet is het hele gebied in één keer anders. Dat komt omdat wij van de World Edit paden af willen. Er zijn World Edit paden. Kennen jullie dat World Edit paden? Ik laat het zien. Ik doe een klein voorbeeld. Kijk, je pakt hem daar, je pakt hem daar, je zegt een code en hup, dit is een wildheid pad. Nou, en daar willen we vanaf. Hallo! Loopt het lekker? Ja, maar het voelt een beetje alsof het een wildheid pad is. Ja, toch wel. Ja, misschien was het ook. Ja. En zoals je ziet gaan we hier dus een beetje het padje aanpassen. En ik dacht misschien leuk om even deze special op te nemen, speciaal voor jullie Disneycraft fans. Jee. Ja. Als je geen fan bent, dan moet je hem nu wegklikken. Ja, verplicht wegklikken nu. En zoals je ziet gaat... Oh, wacht, ik heb het... Is het goed nog hier? Nee. Nee, hij is nu niet meer goed. Leroy, wat heb ik gedaan? Leroy, wat heb ik... Nee, hij is niet meer goed. Ik deed hem verkeerd. Ach, drammend. We zijn nu weer van het pad al. Ja, dit gaat niet meer goed. We moeten vanaf deze kant werken. Ik deed het verkeerd ook. Nee, en... Dit is het padje. En dat loopt naar de... En jullie hebben natuurlijk ook al gezien dat wij een vernieuwing hebben gedaan aan de Lion King. Zo niet, dan laat ik het zien. Kijk eens, dit hele gebied is anders. Hier is namelijk de Lion King loopattractie. En wie weet wordt dat nog ooit wel geen loopattractie meer, maar een karretjesattractie. Maar dat mag ik nog helemaal niet zeggen. En dat mag ik ook helemaal niet bepalen nu. Maar in ieder geval, de Lion King is wel geüpdate. En zoals je ziet, hebben ik en Jens dit behoorlijk aangepakt. En ook Lero heeft het hier en de ander aangebouwd. Zoals je weet doen we altijd met de hele crew aan alles bouwen. En zoals je ziet is dus de Lion King iets veranderd. Nou ja, er is behoorlijk wat ondernomen. En zo gaan we dus alle attracties lekker onder handen nemen. Want dat is de bedoeling. En dan hebben we Basje Stel. Ja, wij kunnen wel je hulp gebruiken, Basje Stel. Ik heb nog een huishoudelijke mededeling voor onze VIPs. Kan je even naar mijn kant tp'en? Ja, ik ga je naartoe, Leroy. Ik tp naar jou. Zo, ja, hallo dank. Leroy. Het heeft even geduurd, maar nou is het mogelijk om zonder buttons... Waar zijn die buttons, Leroy? Ja, nee, ja! Ik ben stil! Dus. Ik mis ze. Waar zijn ze? Knop. Oké. Okay. We hebben ze verkocht. Wegbezuinigd, eigenlijk. Jammer dit. Ja, dit omdat... Aan die beer? Daar? Of niet? Aan die beer daar, of niet? Ik zie geen beer. Oké, ik dacht dat ik een beer zag. Nee hoor. Oké, maar voor onze VIPs. Om in de attractiebesturing te komen, dit is trouwens ook vernieuwd bij de Space Mountain, klik je gewoon rechts met je muis op de deur. Oh, mag ik het even proberen, Leroy? Nou, van mij wel. Oké. Yes, ik ben binnen. Oh, wat gaaf. En een kantine zelfs. Wow, dit is een gaaf iets. Dus mensen die VIP zijn, die kunnen gewoon rechtsklikken op de deuren. En die zullen dan automatisch openen. VIP Plus en VIP Plus Plus. Oké, tof. Nou, dat is een goede uitbreiding. Geen gekloop meer met de button. Van waar is die button nou? Of welke krap moet ik deze keer opkijken? Ja, of de hele tijd tegen die deur aan knallen met je snuit. Omdat je te laat bent met die button. En ja, inderdaad. Een hoop ongelukken. Hallo. Ja. Hé, een koala. Super Amerika koala. Super Amerika koala. Dus bij deze. Dus als je als je nog niet bent gejoind bij ons in de server, kom lekker joinen, want het is gezellig en het blijft gezellig. Dat hoop ik in ieder geval wel.
Dat is onderzoek heeft uitgewezen dat het hier altijd gezellig is. Oh, mooi. In Disneycraft is het altijd een keertje feest. Ja, er zijn twee regels, zeg maar. Regel 1 is, het is hier altijd gezellig. Regel 2, zo niet, dan gaat regel 1 in werking. Dus... Nou, zo werkt het hier. Oh, zo kan het wel, ja. Ja, hè? Dat is een mooie oplossing. Heb je dat zelf bedacht? Ja. Ik word gek van het gras. We moeten eens even leren gras maaien, hè, Leroy? Sorry, dat is mijn... Oh, altijd toch grazen. Geeft niet. Gelukkig hebben we daar handige build edit dingen voor. Echt, hè? Zonder zouden we niet kunnen, hoor. Ja. Nou, die hokjes kunnen ook wel weg, hoor, hier. Oké. Hop! Komt goed. We gaan het doen. Jongens, dus willen jullie zien hoe het pad uiteindelijk eruit ziet... of hoe dit hele gebied dadelijk eruit ziet... kom zeker weten even kijken. Want het is leuk om dat gewoon... te zien hoe wij de updates doen en het hele park weer aanpakken. Bijna een 3.0 zou je zeggen, maar dat is het nog officieel niet. Nee. Maar we komen wel aardig in de buurt als we zo doorgaan. Dus ik bedank jullie voor het kijken naar deze special. En blijf de specials volgen voor kleine updatejes in ons park. Bedankt, Leroy. Ja, het is gratis om te joinen, dat is een voordeel. Dat is, nou ja, alleen €20 voor een Minecraft-account natuurlijk. Ja, dat is het enige, dat is logisch. Toch, Elise? Ja, lekker instaan in het gras. Hè? Hij of zij heeft geen mond. Nee? Oh ja, die kan niet praten. Nou ja, dat horen we ook. Ja. Hey, en dan een beertje. Doei. Doeg. Doeg.